Hallo dames en heren en ontzettend tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en binnenkort komen de nieuwe Knol Power shirtjes. Er staat hier ook een heel vet logo achter in mijn nek zoals jullie kunnen zien. En nog hier eentje, het is echt heel erg vet. Er staan nog wat andere leuke dingen op knolpower.nl. Dus ik zou zeggen, wil jij iets heel erg tofs hebben? Neem dan even een kijkje op knolpower.nl. En ik ga samen met Ronald eventjes ownen. What up, man? Ja, wij gaan namelijk eventjes flink wat mensen wegvagen uit de Minecraft-wereld met onze skills. Ja, ik heb de skills hier, hè? Jij hebt de skills. Jij vindt Lucky Island wel het leukste om te doen van alle minigames, toch? Ja, want daar kun je niet goed in zijn. Je moet puur geluk hebben. Ja, klopt. Ja, Lucky Island moet je wel echt heel erg geluk in hebben. En ik heb... Dankjewel. Oké, nu ga ik echt tot ziens. Oh, dat was jij! Yo! Ja, ik had deze net gestolen van die ander, dus het is eigenlijk best wel karma. Ik snap dat je dit hebt gedaan. Keiharde karma dan hoor, echt wel. Ja, komt goed. Ik hoorde een ontploffen. Heeft iemand van ons een TNT? Die wil jou nu terugpakken. Ja, ik ben bijna dood. Dan gooit hij die TNT gewoon op jou omdat hij jou terug wil pakken. Nee, ik wou een chest openen en die ontplofte. Oh ja, nee, dat is eigen schuld. Hier, ik heb wel wat voor je, kijk eens aan. Hebben we in ieder geval een beetje bescherming. Kijk, deze mag jij openen. Oh, dat is lief. Als het goed is, mag ik het hebben. Oh. Ja, lekker hoor. Ja, super stom man, super stom. Ja, we zitten nog bij elkaar in het team ook, dus we gaan... Ik zal mijn leven voor je geven, Ronald. Ik zou ook een kogel voor jou vangen, hoor. Als jij je leven zou moeten geven voor iemand, voor wie zou dat dan zijn? Voor jou. Oh. Nee, voor iedereen die ik persoonlijk ken. Niet voor... Klinkt dat heel egoïstisch als ik zeg niet voor, voor mensen die ik niet ken? Nee, tuurlijk klinkt dat niet egoïstisch. Omdat ik denk dat het heel erg logisch is dat je je leven niet zomaar voor iemand geeft die je helemaal niet kent. Ik bedoel, stel voor je geeft je leven aan iemand die het bijvoorbeeld helemaal niet heeft verdiend, Ronald. Nee. Dat kan ook. Ja, ik zou het wel doen als er bijvoorbeeld iets ergs gebeurt. Als er iets ergs gebeurt, ja. En dan bedoel je bijvoorbeeld... dat... Er is een vulkaan uitgebarsten en jij kan daar levens mee redden. Zulke dingen, dan doe ik het wel. Oké, dan zou je het wel doen. Dan zou je je eigen leven opofferen. Zodat ik word gezien als held. En je eigen standbeeld krijgt. Ja, dat ook. Bedenk me net dat ik dat heb in Madame Tussauds. Ja, ik ook, man. Ja, Ronald ook, hè? Ja, het is wel super vet. Ik kan het nog steeds niet beseffen dat ik gewoon mijn eigen wassen beeld heb. En nu we het daar zo over hebben, denk je zo van... Dat is waar ook. Wauw, het is heel bijzonder. In ieder geval, daar gaan we nu niet over hebben, want daar hebben we het al genoeg over gehad de laatste tijd. Ik heb één vraagje. Dat mag. Kom je naast Michael Jackson te staan? Nee, ik kom niet naast Michael Jackson te staan. Kom je naast Bruce Springsteen? Maar ik sta wel in het straatje van George Clooney, die van die koffiereclame. Ja. Ja, dus als het goed is sta ik daar ergens in het straatje en bij alle Hollywood-sterren. Dus dat is wel heel erg cool. Ik moet er zelf nog heen gaan. Ik heb natuurlijk het wassenbeeld gezien, maar nog niet gezien in Madame Tussauds zelf. Dus daar moet ik nog zeker weten wel heen gaan. Maar goed, wat is onze strategie? Ik zie dat wij nog wel onze teammate hebben. Die kan wel heel erg gunstig zijn. En ik heb natuurlijk die pickaxe, zodat ik deze eigen blok kan weghakken. En binnen heb je dat ook, dus wij kunnen gewoon vet goed armor maken en dan gaan we winnen. Doe dat voor mij dan. Ik heb niet eens blokken of wat dan ook. Ik heb echt rotzooi gekregen. Oké, dan ga ik jou... hey, taart ga weg. Oh ja! Hier, vuur. Hey, dude! Blussen. Zie, ik red leven. Zie, ik blus het nu al. Oké, wat hebben we nog nodig? We hebben nog een chestplate nodig. En waar zijn die andere blokken? Je had hier toch altijd meer blokken? Ik geen flauw. Ja, dat heeft die andere dude gepakt. Oh, die had ook een pickaxe dan? Ja. Ja, dat moet wel. Oké, nou weet je, ik heb wel een paar blokjes. Hierboven zijn toch nog blokken? Ja, dat dacht ik ook, maar blijkbaar toch niet. Zij heeft dat weggehaald. Oh, kijk, er zijn mensen op ons eiland! Mensen op ons eiland! Oh shit, wat moet ik doen? Kom, we gaan hier via het water. Kom hier, ik ga jou helpen. Als je hier zo komt, kijk, ik heb hier een zwaard voor je gedropt. Oh, daar ben je. Kom hier, ik heb hier een zwaard voor je. Oké. En, nou, dat was het eigenlijk. Als we hier naar beneden gaan... Hij is hier ergens. Ik zag hem net. Oh, ja, hij is nu boven, Oh shit, straks haalt hij het water weg. Oh, straks staat hij hier. Hij haalt het water weg! Nee! Oké, we kunnen het overleven zo. Ik heb het overleefd.
Ja, ik ook. Oké, laten we de andere kant gaan. Gaan we naar boven. Onze teamgenoot heeft het weggehaald. Of is hij dood? Oh nee, die is, de teamgenoot heeft het vermoord. Oh! Yes, we hoefden helemaal niet zoveel te doen, behalve hem af te leiden. En zie je, we doen het goed. Wij hebben ons leven opgeofferd voor hoe heet zij? Aziska. Oh, goed Aziska. Gedaan. Heel erg nice. We kunnen nu hier naar beneden als ze dat water... dat water heeft ze echt helemaal weggehaald, hè, ja. Ja. Anders kunnen we naar dat eiland en die heeft weer een brug naar dat andere eiland en daar staat iemand. Kom, dus we gaan via de trap naar beneden. Ja, dat is wel het meest veilig. Op avontuur! Hoppa, daar gaan we! Van hier naar verder. Zullen Ronald en zo het overleven? That's the question, yo. Ja, dat is een hele goede vraag. Zullen wij het overleven? Wie weet. Okay, daar staat iemand. Okay. Ik ga ervoor. Hier, ga je opofferen? Hoppakee. Dikke speed. Zo, hij heeft wel goed zwaard. Maar dat pikken we niet. Hij leeft nog! Oké, daar komt hij. Oh, dat is tot ziens! Nee, Ronald! Wat ben je ook een dwaas? Nee, ik heb me opgeofferd. Wat ben je ook een dwaas? Hey, in de vorige potjes allemaal van ons samen heb je wel wat aan me... Nee, heb je ook niks aan me gehad. Au. Ha! Dat was hem! Dat was het einde van de dwaas. En wow. Onze teammate die had al verwacht dat we hem meteen zouden hebben. Had ik ook verwacht van Roland, maar nee hoor. €2. Ronald, je wilt zo graag, jij. Ja, kom op. Word ik nu wel gezien als held? Omdat ik mijn leven heb opgeofferd voor jullie. Je hebt wel je leven opgeofferd. Dus laten we allemaal in de reacties neerzetten, dames en heren. Allemaal held. Ja, dat heb ik nodig. Allemaal held. Dat is beter dan dat jullie zeggen, Ronald is slecht. Ja. En dan ga ik nu naar het midden en dan ga ik het zeg maar afmaken. Oh, je moet nog eentje verslaan trouwens. Ja. Oh, wacht. Hier is één iemand. Oh, ik zie het. Oh, hij is bij je. Oh. Hij heeft je niet door. Haha. Hij staat in de potion. Kijk eens even. Oh, wow. Hoppakee, dat was de laatste. Spring naar beneden. Spring ook naar beneden. Word je ook gezien. 360. Woehoe. Oh. Zonder dat ik het had opgeofferd, dan had je het niet gehaald, hoor, Enzo. Nee, jij hebt weer gewoon zo'n toevoeging geleverd aan deze aflevering, Ronald. Ja, dank je. Wat is Creek? Oh, Creek! Oh, Ronald! Ja, hou je van Grieks? We gaan in team 1. Dit is gewoon... Ik hou wel van Grieks eten, ja. Dat kan best wel lekker zijn. Wij zijn... net niet gered. Maar wij zitten gewoon in een team met 7 andere mensen. Of nee, 6, want wij tellen voor 2 natuurlijk. En er is... dit is 8-8. Dat is deze map. Oh, nee. Oké, wat ga ik hier halen? Iets met speed. Ja, deze. Ik heb 3 potions of speed. Ik ben verder niet druk of zo, hoor. Zou ik die ook pakken? Oh, laat maar. Ik ben te laat. Ronald is weer te laat. Zoals altijd. Oh, een houten... Oh, deze... Ja, ik heb een diamond sword. Ik heb heel veel kippen. Oh, kip power. Lekker, hoor. En zie je een ei. En ik ben onzichtbaar en de regen, want... Oh, kijk hoeveel doosjes je hebt. Er is al iemand hier. Fuck! Heeft hij jou te pakken? Ik ben dood! Dat meen je niet. Weet je toch wat? Nou. Weet iemand? Haar pak had zo'n lucky block. Waardoor ik dacht, ik loop door, want ik wou gunnen. Verdwijnt het vloer en zij leeft nog! Nee, joh. Oh my god, Ronald, dat is bad luck. Is dit de reden waarom ik heb nu iets in mijn hand, jij mag raden wat. Heb ik dat verdiend? Heb je dat verdiend? Wat heb je in handen? Wat denk je? Een chocolaatje. Wat bij me past, heel erg. Een blobvis. Nee, het is een award. De Phil Award! Ja. Ja, die heb je verdiend, de Phil Award. Altijd in mijn handen, man. Altijd in mijn handen. Altijd dichtbij in de buurt, zodat je hem altijd eventjes erbij kan pakken. Ja. Okay. Maar ik ben weer je beschermengel. Ja, dat is natuurlijk ook fijn om te hebben. Iemand die mij een beetje kan helpen naar de weg van overwinning. En ik denk dat ik maar bij deze baas ga blijven, want deze baas die heeft gewoon een enchanted diamond sword. Kijk, ik heb mijn eigen...
Maar er komt iemand naar je toe. Kun je de hond Kelso noemen? Ik kan die hond best Kelso noemen als ik hem niet Name Your Wolf had genoemd. Oh nee! Oh maar... Ik word gewoon vermoord door mijn eigen teammate, of niet? Nee. Oh nee, dat lava liep naar beneden. Ja. Oh nee. En dan noem je mij slecht. Ja, Ronald, dit is... Ik had dat gezien hoor, ik had dat gezien. Ja, je hebt gewoon slechte invloed op mij. Jij geeft gewoon jouw bad luck aan mij. Wow, helemaal niet. Wow. Doe even normaal. Ik dacht dat we vrienden waren. Wow. Kijk die draak trouwens, zo ontzettend cool. Woehoe. Ja, waarom maakt hij niks kapot? Ja, hij gaat nu naar beneden. Ik ga hem volgen. Ja. Kijk, en dan gaat hij langzaam gaat hij straks naar beneden. En dan maakt hij... Hier, kijk, kijk. Oh, daar gaat hij. Oh. Hij maakt op een duik. Kom op, maak een goede duik. Ga niet naar ons team. Kom op, nu een duik nemen. Zo dwars door het midden. Oh, ja. Oh. Kom op, je moet verder naar beneden. Oh, daar staat een tegenstander boven namelijk. Ja, die draak doet, die doet niet zoveel, hè. Wat een antieke... Oh, dat is dan mijn schuld dat die draak er is. Oh, echt? Waar heb je op het ei geslagen? Ja, ik wist niet wat dat was. Ben ik daar ook dood gegaan? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat je door de draak dood bent gegaan. Want die spant dan in één keer. Ja, oh, ik dacht het al. Wat is dit voor ding? Maar toen sloeg ik er tegenaan. Er gaat niet zo heel veel meer gebeuren, dus we gaan door naar het volgende potje. Weet je waar wij voor gaan kiezen? Voor TNT. Ja. Ja, het is tijd om even lekker te knallen. Even uitproberen. Hij ontploft niet. Nee, hij ontploft niet meteen. Hij ontploft pas als je... Ja, je hebt mijn bloks gestolen! Ja. Oh, die mag jij hebben. Die mag jij hebben. Oh. Nee, die hoef ik niet. Oh! Ah! Oh. Hoppakee. Wat ik heb er? Meteen blokken. Ik heb, ik heb allemaal TNT bij die octopus neergezet. En nu heb ik allemaal blokken. Echt? Ja, omdat het natuurlijk... Daar krijg je heel veel blokken van als alles explodeert. Oh, dat is waar, ja. Super slim, toch? Ik heb een kanon. Oh, je hebt een kanon. Oké, dat kan heel erg handig zijn. Ik ga jou laten opblazen. Wow, dit geeft best wel goede armor, zeg. Ja? Wow. Ja, ik heb een diamond sword. Oh, uit een lucky block. Ja, ja, ja. En ik heb een stone sword, maar wel met sharpness 2. Dus die is ook heel goed. Oh, lekker bezig, man. We zijn goed bezig. Ja, jij ook. Thanks. Oké, laten we... Oh, hier nog 2 lucky blocks. En dan... nice, de potion of speed, dames en heren. En een shield ook nog. Yo, ik ben er klaar voor, man. Ik nog niet, want ik ga eventjes die blokken daar pakken. Oh, die daar bovenin zijn. En een zombie. En hier is een kip. Zo. Zo, ik heb heel veel dirt gekregen. Daar ben ik ook wel blij mee. Ja, zeker. Dat kan heel erg van pas komen. Ik heb nog wat eten. Zo, ik ben er klaar voor. Ik ga alvast dan naar de tegenstander bouwen. Ja, is goed. Hoppakee. Wow, ik hoorde wat exploderen. Was jij dat? Nee. Nee, vast niet. Oké, let op. Geloof je in mij, Ronald? Ja. Kom maar hier, geloof je in mij? Als je ook in mij gelooft. Oké. Ik ben... Komt-ie, ja? Ja. Oké, als ik zeg ren, dan moet je naar voren rennen, ja? Ja, maar wat als ik dit weer... Nee. Nee, kom hier staan. Kom hier staan, jawel. Ronald, kom hier staan. Oké, go. Als ik zeg ren, moet je rennen, ja? Ja. Oké, ren. Oh! Oh, daar gaan we. Let's go, baby. Dit was zo cool. Oh. Let's go. Slaap. Ik ben bijna neer. Oh, joh. Ronald. Besef je wel wat wij zojuist hebben gedaan? Ja. Geef mij levens of zo. Hier, ik heb eten voor je. Ik heb eten voor... Oh mijn god, er zijn nog 2 tegenstanders boven. Verrek, ik heb een enderpearl bij me. Ik heb een boog. Ik heb een betere armor. Ik heb een helm. Ik heb alles, Ronald. Ik heb ook een idee. Blijf hier. Blijf hier, oké? Oké, ik blijf hier. Ik ben nog items aan het sorteren. Oké, blijf hier. Er gebeurt niks. Als jij zegt er gebeurt niks, geloof ik helemaal niks van. Oké. Ah, man. Hij komt misschien zo naar beneden. Hij gooit niet met sneeuwballen. Maar als hij naar beneden komt... Ja. Dan ga ik iets leuks doen. Heb ik een verrassing voor deze kerel. Oh, maar hoe ga je dat op laten blazen? Ik zet hem wel aan. Hey, ik zet hem aan! Oké, zet hem aan. Oh, maar hij komt niet. Oh. Hij staat halverwege de brug. Wow. Ja, wat wil je doen, hè? Oh mijn god, wat een damage. Oké, ik ga via hier omhoog. Ja? Oké, hoe had jij hem in de fik gezet eigenlijk? Ik, hè? Ik heb van die vuurballen. Oh. Hier. En die vuurballen, die heb ik ook hier. Gaat het daarmee in de fik? Ja. Als je rechtermuis nog doet. Ja, probeer maar eens. Oh, wauw.
Oké, weet je wat ik dan ga doen? Nou? Ik ga nog even een klein stukje verder omhoog bouwen. Oh, volgens mij hoor ik iemand hier boven mij. Dat ben ik waarschijnlijk. Oh, ik heb geen blokjes meer, man. Echt niet? Nee, ik moet even een beetje gaan parkouren. Ah, ik doe parkour. Oké. Hij is niet TNT aan het plaatsen, ik zet hem aan. Hij is TNT aan het plaatsen? Ja, ik heb het aangezet zodat hij hierboven... Oh, hij is beneden! Hij zit vast hier zo. Oh, wacht, ik zie hem hier zo beneden. Hij zit hier aan... Oké, ik ga naar hem toe. Ik ga via boven naar hem toe, kijk. Verrassen! Oh! Ik heb hem opgeblazen! Ja, mij ook bijna! Hoe, hij heeft een TNT-wand. Pak hem op. Oh mijn god. Weet je hoe ik dat deed? Kijk wat ik hier heb. Kijk! Ik wil die TNT-wand. Ik heb hem. Wat heb je? Oh, het is een koe. Ja. Kom, ga die koe opblazen. Ja, kom. Oh! Oh. Ja, noem je mij nou een koe? Kijk. Wow, dat was snel. Wauw. Oh mijn god, ik... Oh, dit potje gaat zo ontzettend goed, terwijl we eigenlijk alleen maar aan het trollen zijn. wat zijn... We hebben een heel team afgemaakt, en wat gebeurt hier allemaal? De wereld wordt corrupted, dus dat gaat nu ook naar deze kant toe. Daardoor kan het wel een beetje gaan laggen, dus laten we hier maar weggaan. Laten we naar de buur gaan, er is hier verder niemand, toch? Nee. Nee. Waarom? We gaan weer terug naar ons eigen eiland nu, hè? Ja, dus dan gaan we hier zo. Ik heb alleen niet zoveel blokjes, heb jij? Ik heb hier nog... Ik geef jou de blokjes. Hier. Ja, dan kan ik gaan bouwen. Boep, ja. Oké, dankjewel. Altijd. Oké, daar ga ik. Team 5. Op naar de overwinning. Ja. Oh my god. Ja, dat werkt niet. Oké, jammer. Kom me nou! Ik kan straks helemaal niks, man. Oké, vertrouw je me? Nee. Jawel, je vertrouwt me, hè? Nee. Oké, Ronald, nee, serieus, je vertrouwt me, hè? Ja, doe het. Oké, we staan hier. Ja? We gaan naar voren springen. Op 3, 2, 1. En als ik dan zeg spring, dan moet je springen, oké? Oké. Oké. Moet even naast mij staan. Ja. Oké, 3, 2, 1, spring! Oh! Oh! Ja. Ja, lekker hoor. Zie je, Ronald die vertrouwt mij wel. Dat vind ik toch goed hoor. Want daardoor heb je die goede teamwork. Heb je al mensen die je niet hebben vertrouwd tijdens een opname? Ja, genoeg. Die denken die Enzo, die geloven niet. Wacht, ik ga sneeuwballen op die dude gooien. Whee! Oh, ik heb me 1 keer geraakt. Mijn sneeuwballen gaan niet vooruit, zie je dat? Ik heb ook heel veel sneeuwballen. Brudu. Nee, dat komt omdat ik voor je sta. Oh, hij is wel gevallen door je. Oh, echt? Ja, kijk. Ik heb hem gewoon. Wat? Ik heb hem door sneeuwballen? Ja. Oh, ik had het zelf geen eens in de gaten. Oké, laten we maar naar het midden gaan. Nee, ze zijn in het midden. Ze gooien sneeuwballen op je. Oh. Oh, wat doet die zombie daar? Geen idee, ik sla me wel even af. Je zegt ook niks. Nee. Die zombie in 1 keer. Hé, hey, wat jullie kunnen we ook... Ja, ik heb heel veel sneeuwballen, kijk. Wee! Ja, ga jij maar gooien, dan maak ik dit verder af. Kijk, dit gaat helemaal goed zo. Ik heb iemand afgemaakt bij je. Oh nee. Wee! Oh. Wat hebben ze gegooid? Een jelly. Het is een jelly. Ha! Is dat raak? Nee. Oké, heb jij nog een blok? Nee. Ik heb ook verder niks. Wacht. Ik ben bijna in de... Oh, ik heb nog genoeg blokken. Oh, je moet me helpen. Ja, maar ik kan niet! Hij heeft het opgeblazen! Ja, ik heb 1 iemand eraf. Oh. Oké, ik kom naar je toe. Ik red je. Oké, kom. Je hebt hardcore nijntje afgemaakt. Oké. Hallo? Oh my god. Oh. Verrassing! Oh ja. Verrassing! Ik heb TNT! Verrassing! Ik ga dood en... zo! Oh my god. Ik ben winnaar, zoals altijd. Oh my god, Ronald. Ja. Ja! Oh! Hij heeft golden apples. Oh nee. Lekker hoor, Ronald.
We zijn goed bezig. Wat een teamwork. Ik heb me gewoon weer opgeofferd voor je, hè? Ja, je bent echt een held, Ronald. Je bent echt een held. Dat we dit gewoon overleven. Wat gebeurt hier? Oh my god. Ik heb 2 TNT-wands. Dat is echt supergoed nieuws. Ik heb geen TNT meer, dus dit gooi ik weg. Oké. Ik heb nu ook een beter zwaard. Dat is mijn zwaard. Oh, chill. Ja, nou, die, die kan toch goed zijn? Ja. Oké, dit is alles wat ik heb. En sneeuwballen. Hier moet ik het mee doen. Oh, wacht. Oh, nee, er liggen hier nog allemaal items. Wat is dit? Oh, swiftness. Oké, die wil ik wel gebruiken. Oh, wat joh. Hij heeft nog items, man. Echt? Ja, splash potion of harming. Nog een keer harming. Oh, lekker. En hij heeft hier swiftness ergens. Deze. Kijk, dit is mijn setup zo. Oké, waar zijn die mensen? Oh, daar zie ik iemand. Oké, ik ga zie er daar vol. 2. Dat is 1 team voor. Of zijn er geen 2? Er zijn 2 mensen, toch? Er zijn nog 3 teams. Team 6 heeft maar 1 player. Ja, waar? Maar ik zie daar iemand voor me, maar ik weet niet of die nou in zijn eentje is of meerdere. Ik weet niet. Nee, die was met z'n tweeën. Ik heb even wat blokjes nodig, dus ik gooi dit even weg. Zo. Ik moet gaan bouwen. Ik moet gaan bouwen. Ja, want ik ben in het midden en die anderen die zijn ergens anders. Die waar je net mensen zag, daar zijn 2 mensen. Ho! Oh! Enzo? Ronald? Dit is al de 2e verhaal van, ja? Als we trollen, dan gaat het gewoon supergoed. En als ik serieus wil spelen, gaat het gewoon helemaal verkeerd. Zullen we nog 1 potje lekker trollen? Ja, we gaan nog 1 potje gewoon trollen. We gaan ervoor, mensen. Dit is nog best wel een moeilijke map. En wij hebben natuurlijk allebei weer voor TNT gekozen. Dus... Ja, Ronald. Ja. Ik zag trouwens iemand in de skin van Milan. Oh, ik heb goede armor. Oh, echt waar? Wow, die heb ik lang niet gezien. Ik weet niet van wat dat was, ook weer was. Wow, ik ben misselijk. Wow. Oké, het gaat echt niet goed bij mij. Hoe is het niet? Het gaat echt niet goed bij mij. Ik heb gewoon shit items, alles shit. Waar komt je slijm vandaan? Oh mijn god. Ze is onzichtbaar. Slaan. Ik ga er gewoon heen. Ik heb die lucky block nodig. Ja, dankjewel voor de regenwand. Later. Wat? Oké. Oh! Ik heb geen items, niks. Heb jij iets om TNT mee af te laten gaan? Nee. Echt niet? Nee. Oh, dan moeten we hem er vanaf slaan. Oh. Oké, dus. En zij gaat dood door de... Ja, nice. Laten we haar slaan. Ja. Zij heeft ook geen items. Ook chill, want hieronder... Wow! Hieronder? Is nog een luk... Even kijken, wat hebben we hier? Weer een wand, slijmwand. Weer een slijmwand. Oh, maar dat kan wel chill zijn. Ja. We hebben alleen maar slijmwands. Ja, ik heb echt alleen maar slijmwand. Kijk al die slimes, weet je hoe vervelend. Kijk, die ga ik ook even daar naartoe gooien. Kijk. Wee! Oh, dat is wel heel erg irritant, dus dat is goed. Ja, precies. Hoe irritanter? Hoe? Oh, ik heb het gered. Ik ben op het midden. Ja, ik heb het zwaard. Nu ik. Heb je het gered? Oh my god, Ronald, ik wist het gewoon. Ik ben getikt. Ik wist het gewoon. Ik werd genaaid. Echt waar? Ben je getikt door je eigen slime? Ja. Oh, wow. Wat gebeurde daar? Wat is dit voor aflevering? Wat gebeurde daar? Oké, geef ons dan nog 1 kans. En dat wordt het beste potje ooit TNT only, oké? Ja, gaan we nog een keer? We blamen de spulletjes die we kregen. Ja, we moeten gewoon alleen maar TNT gaan, hè? Ja, we can do this, Enzo. Ja, dan gaan we meteen even een item vinden of maken... waardoor we die TNT kunnen laten exploderen. En dat is het dan. En dan moeten we met lekker veel mensen, weet je wel. 36 mensen, teams van 3. Lekker veel knallen. Gaan we team 12, hoppa, ja, 10 TNT erbij. Sunset, yes. Because I love you all. Arr, ben je er klaar voor, Enzo? Daar gaan we. Nou, dat gaat een leuke worden, hoor. Ja, we moeten gewoon iemand omsingelen met TNT. Dat die echt helemaal niks kan. Dat is het grappigste. TNT is zo... Wow, wat heb ik? Een shield wand. Wauw, dat is nog een hele goeie ook. TNT is zo moeilijk om te laten staan. Omdat
Ja, als het helemaal afgaat, kan je het niet meer weghalen. Maar nee. Je kan het zo snel wegslaan als het al helemaal is, weet je wel. We hebben een dief in onze team. Echt waar? Zit die spullen te jatten? Hij zit heet om mijn spulletjes weer te stelen. Oh. En kijk uit, er is hier een heel groot gat. Oh, ik zag daar nog ergens een lucky block. Hoppa. Oh, man. Wat is het? Een spider. Die achter ons vinden. Wacht, hier beneden ben je er al geweest? Nee. Nee. Mag ik mee? Kijk, wat is dit? Wat heb ik gekregen? Helemaal niks? Wat? Er zijn hier diamonds. Oeh, oké. Oh, nice! Daarmee kunnen we TNT in de fik zetten. Af ja. Laten gaan. Heb je wat TNT voor mij? Wacht, heb je geen TNT? Oh, jawel. Ik wou net zeggen. Oké, dus hij heeft van mij gestolen. Mag ik hem opblazen? Dat is geheel aan jou. Wat heeft hij gestolen? Hoe zwaar moet de straf mijn zijn? Mijn zwaard. Echt? Ja. Oh, dat is wel een erg misdrijf, ja. Ja, dus mag ik het doen? Hmm. Ja, kun je het alsjeblieft nu schieten? Schiet. Zet in de fik. Oh! Wow. Oké, pak die blokjes, die kunnen we gebruiken. Precies. Daarvoor was het bedoeld. Ja, precies. En we hebben nu weer genoeg spulletjes om verder te komen. En ik geef de spulletjes aan jou. Ja, ik ga lekker even wat eten maken. Hoppakee, ja, dat verdeel ik dan weer. Hè? Hoppa. Wij zijn een goed team. Wij zijn lekker op elkaar ingespeeld. En dan heb ik ook nog een shield wand om goed te overleven als ik weg moet. En dan... hierboven is nog gewoon een lucky block. Wacht, als ik deze neerzet, hè. Even kijken, ja. Waar ben jij? Ik ben, hier is zo. Nog een lucky block die ik heb wil pakken. Oh, nice. Pak hem. Ah! Oké, niet chill. Hier, wat nou als ik deze neerzet, een TNT, en ik sla er met deze tegenaan? Oh, dat werkt niet. Je kunt ook een kanon maken, hè? Ja, die moet je dan krijgen, ja. Oké, ik zie... Laten we maar naar het midden gaan. Oké. Ik bouw de eerste... Oké. Oké, daar gaan we. Shotgun op één van de lucky blocks. Oh, ja, Ronald. Ik wou net zeggen, doe het niet. Hoppakee, shotgun. Oh, een houten zwaard. Nou, geweldig. Nou. Shotgun. Oh. Varken. Oh, Ronald. Ah! Wat is er? Ah! Oh. Ik ontplofte ook, man. Jij kreeg je ook damage? Ja. Oh, chill. Ja. Dat had mijn chill. Ook al heb ik die al. Hier is nog... shotgun. Oh, ga maar staan. Ah! Ik zal damn you! Ik wat sta ook gebeurt in hier allemaal? Ja, dit is zo vervelend. Al dat vuur. Wacht, ik wil wat proberen. Ah. Oh, kijk, dat was niet slim! Oh, werkt dat naast het vuur? Ja. Oké, nee, dat is goed om te weten. Okay. Dat is een Ender Dragon trouwens. Oké. En de Ender Dragon komt naar jou toe. Kom snel binnen. Oké, nu gebeurt er niks, toch? Nee. Oké, jij mag die pakken. Oh, ik hoorde een tun. Wat was dat? Niks. Ik hoorde een tun. Wat was dat? Kijk uit, niet op die pressure plate staan. Oh my god. Ik wil iets wel proberen. Dat zag er zo droog uit. Zit je nou uit te lachen? Nee, pas op, die is hier ook een pressure plate. Oh, hij zag hem weg! Wat is er? Oh mijn god! Ronald! Hoe kan je nog overleven? Hoe kan je nog overleven? En zo. Ja, Ronald. Hoe kom ik hier weg? Ik heb geen blokje. Zoek het lekker uit. Sorry dat ik je wou opblazen. Ik dacht dat het niet zo extreem was. Oh my god. Al die TNT. Oké, ik probeer nog wat goeds te vinden om TNT af te laten gaan. Nou, ik heb die pressure place, dus dat is wel nice. Ik heb alleen geen armor, dus ik overleef dan alleen niet zo lang. Wow, dit is echt raar. Ik heb vanavond pizza salami gegeten en ik laat een scheet en het ruikt echt precies naar pizza salami. Wow, ik wou ook dat ik scheet kon laten die naar salami ruiken. Ja, het is echt helemaal niet erg. Het is echt lekker. Ik zou zo blij wezen. Ja, hey, nog een ei! Nog een ei? Nee, denk ik. Kan je dan twee draken hebben? Dat zou toch veel cooler zijn? Oh mijn god, iemand die laat hier alles afgaan en hij is ook gewoon doodgaan. Wauw. Ja. Hey. Nou, hoezo werkt dit niet? Oh, het blokje moet zwaarder zijn, denk ik. Ja. Ja, hoppakee. Nice, ik heb voor jou ook een pressure plate nu.
Is dat een vertrouwen? Oh, er wil iemand hierheen komen. Waar is de pressure plate? Nee, hier zo. Kijk. Die kan je gebruiken. Ik heb ook mijn eigen. Oh! Oh, ik dacht dat je me wou opblazen. Oh, je moet me helpen. Oh. Ja, maar nu focus die op mij! Oh, we hebben hem. Niet openen. Jawel. Oh mijn god, hij opent hem meteen. Oh ja, Enderman kan nooit zoveel kwaad. Oh, ik heb een TNT-land! Echt? Ja! Ik ook, man! Oké, nice. Laten we op hem gooien. Die gozer daar, beneden. Waar? Gooi op hem. Gooi op hem. Ah, toch niet naast elkaar. Heb je niet iets van sneeuwballen of zo? Nee, ik heb niks van sneeuwballen. Ik heb iets. Maar hij vliegt! Ah, wow, yo! Dit komt door die Enderdragon. Oh shit, ja. ik blijf toch wel even hier nu. Oh mijn god, hij is dood. Died in a void. Yo, wat gebeurt er allemaal deze aflevering? Dit is wel mooi hoor. Ja, dit is zeker mooi. Oké, we kunnen hier achter heen gaan. Want kijk, daarachter zijn mensen. Hé, we kunnen wel naar het midden springen. Dat is nog niet geëxplodeerd. Oh, sure. Sure. Wil je nu zeggen dat ik alles laat exploderen? Ja. Kijk uit. Wat, de draak? Ja. Wow! Ja, die haalt zo de hele bovenkant weg. Hier, kijk. Kom, laten we hierheen gaan. Ja. Oh, wat? Je kan hier allemaal TNT pakken nog. Oh. Hier. Oh, hij is weg! Oh my god. Oh my god, dat scheelde niks. Hey, maar nu... Let op. Hier ligt Diamond Armor! Kijk dan! Wat? Oh, net te laat. Oh, je had me moeten helpen met ook TNT. Oh, ik heb geen TNT. Die heb ik net gebruikt op iets anders. Oh mijn god, hij wil je heen komen. Enzo, ik heb wat voor je. Heel snel. Hier, go. Omdat jij de man bent. Hier, nice. Go. Hij komt eraan. Ja, wat wil je? Oh shit. Enzo! Ik plaats dit er ook bij! Ga erop lopen dan! Ga erop lopen! Ja! Oh nee! Oh, we hebben hem net niet! Enzo? Wacht, ik ga meer TNT halen, wacht. Oh my god, kijk, er is hier nog allemaal TNT daarboven. Ja. Oh, hij komt hier naartoe, man. Ja, ik ga TNT halen. Ik kom er zo aan. Ja. Oh. Hij komt naar me toe. Ja, jij hebt het wel, toch? Nee. Ik heb niet... Oh! Oh! Kijk waar ik ben! Kijk, ik ben van boven! Echt? Kijk hier! Oeh. Hij komt naar je toe! Ik heb TNT geplaatst. Oh, je hebt hem net niet. Oh, maar kijk waar ik ben. Wat? Hoe kom je daar? Ja, door die draak en toen gebruik ik de shieldwand. Oh nee! Oh, wow. Oh, hij weet niet dat ik hier ben. Echt? Ik heb een slijmwand. Wacht, ik moet die opening groter maken blijkbaar. En dan ga ik een slijmwand gooien. Misschien krijg ik hem er dan af. Er zijn twee mensen zelfs. Oh ja. Kijk. Oh, wat? Wat? Wow, dat is echt raar. Ja, klap maar. Kijk maar hierboven chillen dan. Ja, ik kijk. Dat is een baas. Oké, daar ga ik. Die draak sloeg me gewoon omhoog en ik overleef. Dan ben je toch echt een baas. Maar die draak komt weer naar je toe, hij komt naar je toe! Echt? Oké, ik ga TNT op hem gooien. Komt hij aan? Ja! Oeh. Mooi man. Jammer. Ah, wel in de buurt. Ben je wel blij met mij als teammate? Oh kijk, ze zijn nog steeds aan het vechten. Oh! Eentje is neer. Oh mijn god, hij werd gehit door de draak, of niet? Nee. Oh mijn god, ik heb bijna geen blokken meer. Kijk hoe ver ik al ben gaan bouwen. Oh shit. Kun je daar straks niet in het water springen? Wacht, hij heeft een pijlenboog. Hij heeft een pijlenboog. Ah! Maak je shield alvast. Oh, hij wordt getagd. Wow! Kijk dit. Nu ben ik weer hier! Bam! Nu ben ik nog hoger! Wat doet die draak toch elke keer? Hij helpt je, hij gunt je de overwinning. Ja, maar als hij het nog één keer doet, dan ga ik dood. Nee! Kun je trouwens 10-10 in dat gatje daar gooien onder, hè? In dat gatje? Hij liep belachelijk bij. Please, enthousiasme. Ja. Komt-ie. Bedoel je dat? Die was echt heel scheef. Nee, ik deed mijn best, oké? Okay? Wacht, ik moet in dat water springen. Oh, nice. Nice. Oké, daar ben ik. Hallo, meneer de knol. Waar brengt u ons naartoe? Oh, daar is die. Oh, ik ga me niet mengen met hun gevecht, hoor.
Jawel, tuurlijk wel. Ze horen bij elkaar. Horen ze bij elkaar? Ja. Meen je die? Ja. Oh mijn god, oh, hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Kijk dan, ik ben hier gewoon aan het chillen. Ik hou hem in de gaten. Hij heeft de Ender Dragon. Hij zit op de Ender Dragon terecht. Dan ben je toch ook dom? Hier, kijk. Ze staan daar met z'n tweeën. Ze weten niet dat ik hier ben. Oké, ik denk dat je het zo aan kan vallen. Oh mijn god, hij is serieus aan het schieten op de Ender Dragon. Ja, dat heeft toch geen zin? Oh my god. Wat? Oh my god, zag je dat? Nee. Ik werd weer geattacked door de Ender Dragon. Waar ben je nu weer ja, dan? Ja, ik ben omhoog geschoten door hem. Kijk waar ik ben. Ja, ze hebben je niet gezien nog. Nee? Nee. Oh mijn god, dat is echt een wonder. De Ender Dragon gunt jou gewoon de overwinning, man. Ja, hij brengt me elke keer naar hele bijzondere plekken. Oké. Okay. De fabeltjeskrant. De fabeltjeskrant. Oké, okay, daar ga ik. Oh, ze zijn allebei daar. Dat is een van de laatste nog, toch? De laatste met een team nee! van twee. Ah! Oh, nu ben ik dood. Oh man, ik had geen shield, want die draak kwam te snel. Normaal gesproken kwam die elke minuut. Nu kwam die na 20 seconden weer. En zo? Ja, ik heb gestreden, jongens. Oi, oi, oi. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Ik vond het echt geweldig. Het is ontzettend hilarisch. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check het kanaal van Ronald. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot morgen en peace.